gek genoeg maak ik me niet zozeer zorgen om Oekraïne. Ondanks dat zij degene zijn die in slachtofferpositie zitten. Ik maak me echt zorgen om Rusland. Voor dit gesprek heb ik jou gevraagd om wat inspiratiebronnen mee te nemen van dingen die jou nu inspireren in alle acties en gesprekken die je doet. Laten we beginnen met de poster met die opdruk. Kan je vertellen wat hierop staat? Houd mij alsjeblieft aan als jij tegen de oorlog bent. En dit is een van de pogingen die een Russisch staatsburger doet om de vrijheid als burger op te zoeken zonder opgepakt te worden, om veroordeeld te worden tot minstens 8 tot 15 jaar cel. Er zullen nu ongelooflijk veel Oekraïners boos op mij worden dat ik Russische voorbeelden neem die mij inspireren. Maar gek genoeg maak ik me niet zozeer zorgen om Oekraïne. Ondanks dat zij degene zijn die in slachtofferpositie zitten. Ik maak me echt zorgen om Rusland. Waarom maak je je meer zorgen over Rusland dan? Omdat er in een veel groter land die onder de propagandajuk moet leven en zich aan de ene kant moet ontworstelen aan het juk van het verleden. En dus ook op een nieuwe manier moet uitzien te vinden wat is eigenlijk ons toekomst. Perspectief en koers. En dat is veel lastiger dan Oekraïne. Weet je, Oekraïne heeft in begin jaren 2010 al uitgevonden welke koers zij graag willen uitgaan. En dat gaat niet van een leien dakje. Maar de oorlog heeft er wel aan bijgedragen dat er veel meer unanimiteit is in de koers die zij willen varen. En die eenheid natuurlijk ook. En die eenheid mist in Rusland. En er zijn zoveel volkeren in een hiërarchie van Rusland die nog dat pad moeten bewandelen. Dus ik voorzie wel dat de nabije toekomst van Rusland een is van uiteenvallen langs ethische grenzen, racistische grenzen, economische grenzen. Nu maak ik echt hele korte bochten, maar we hebben maar 45 minuten. Kijk, op het moment wat je in Duitsland ziet is dat er op een gegeven moment een collectief gevoel is geweest. Oké. We hebben het Hitlerregime gehad, daar nemen we afstand van. En wij regenereren ons land, we geven dat een andere koers. En daar is heel het land min of meer onder gaan staan met schouders eronder. Wat er tussen de jaren 20 en de jaren 50 in Rusland en de Sovjet-Unie is gebeurd. Er zijn nog steeds mensen in Rusland die Stalin een held vinden. Dus dat hele collectieve gevoel van we moeten door de pijn heen en we moeten erkennen dat Stalin eigenlijk niet iemand is geweest die orde op zaken heeft gesteld. En toch zijn er nog steeds 80, 90 en 100-jarige vrouwtjes die zeggen ja, hij was misschien geen lievertje, maar er was tenminste orde. Dat is geen voedingsbodem om een gezonde natie op te bouwen, denk ik. Poetin heeft economisch heel erg veel betekend voor de middenklasse. En de mensen die de jaren 90 zich nog kunnen herinneren, wanneer je dus echt letterlijk in de rij moest staan voor alles. Ik kan me nog herinneren, voordat wij naar Nederland vertrokken, dat als er een rij stond en mijn moeder haalde mij van school, van muziekles. Het maakte niet uit, we wisten niet waarvoor die rij was, maar we gingen maar in de rij staan voor de zekerheid dat er iets nuttigs te koop was. En dat kon alles zijn. En dat kon een broek zijn. Dat was vaak maar één product. Dat kon een jas zijn. Dat kon een worst zijn. En dat is heel moeilijk uitleggen aan jullie in Nederland. Waar, weet je, ook de generatie voor jou is gewoon opgegroeid met dat er winkels vol waren met van alles. Misschien niet zo vol als nu. Maar het gegeven dat er een tekort is aan alles. Ja. En op een gegeven moment maak je kennis met dat er voldoende eten en kleding en op een gegeven moment ook reizen. En wow, ik kan een wasmachine en een auto. Dus mensen die opgegroeid zijn in de jaren 90 relateren die overgang naar de wasmachine, het reizen. De welvaart. De eerste welvaart aan Poetin. En dat is waarom. Maar dat ging gepaard met oké, hier heb je je wasmachine en hier heb je je reis naar Turkije. Maar je moet je verder niet bemoeien met hoe dat ruilt en zeilt in de politiek. En dat heeft dat burgerschap, dat burgerdom, natuurlijk helemaal kapot gemaakt.